was één overwinning voor de Bulgaarse tegen Henkel. Dat was in Lausanne. Kinnunen staat klaar voor zijn vijfde worp. Kinnunen, de nummer 1 van Tokio. Er is dus heel veel te doen geweest over dat type speer dat de jongste jaren gebruikt is. Toen Uwe Oon 104 meter en 90 centimeter vergooide, moest de IAF wel optreden. Toen werd het zwaartepunt van de speer 4 centimeter verlegd, 4 centimeter naar voren gebracht, wat de afstand natuurlijk nadelig beïnvloedde, maar dat was de bedoeling. His father, Jorma, will be watching with great interest, not least because that's my boy out there, but because he's his coach as well. So aggressive, these Finnish javelin throwers. In between 70 and 80 again. In actual fact, we haven't had that many throws over 80 meters this afternoon. Certainly, Zalesny, Backley, Kinnunen have been over that distance. But Kinnunen's throw in the fourth round, that would be short of his best. I'll be back.